Deze is level ik 7. Wil eigenlijk Bam! ook nog een Eevee, Zubat, maar ik attack! vind ze niet. Zubat hype, jongens! Zubat hype! Zubat! Oh, ja, maakt niet uit dat ik confused ben. Pokeball, go! Kom op! Gotta catch them all! Ik doe mijn pet achter te volgen, maar mijn webcam is blijven. Dat ziet niemand. Blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten, blijf... Yes! Oké, YouTube, je hebt net een beetje de highlights gezien. Ja, we hebben een Thunderstone te pakken gekregen. Ja, we hebben een nieuw teammember. En we gaan gewoon weer lekker verder met de livestream. Hartstikke gezellig. Ik wou dit speciaal ook voor jullie doen. Ik heb hem nog niet laten evalueren, maar dat ga ik nou zeker doen. Dus, Jolteon. Wordt een feit. Here we go. Oh, hij gaat evolueren, jongens. Nice. Ja hoor, daar is hij. Jolteon! Gefeliciteerd. Nou moet ik nog een leuke nickname voor Jolteon hebben. Dan moet ik zeggen dat ik in de Sky Service had ik hem ook al Voltaire genoemd. Zelfs nog voordat ik dat wist van Chugga. Maakt niet zoveel uit. Maar ik vond Voltaire ook een hele mooie naam. Dus ik denk dat ik hem wel weer zo kan noemen eventueel. Ga je bij de kijkers zeggen. Hello, hello there young trainer. When I was your age, I had a beautiful little Bulbasaur. Dankjewel voor die informatie, ouwe. Heel erg bedankt. Nou, het voordeel is, waarom heb ik Jolteon zo vroeg geëvalueerd op level 9? Kan hij dan al gelijk een stroomaanval leren? Dus zeker handig om een Eevee al zo vroeg mogelijk te laten evalueren. Oké, ik ga heel even kijken of mijn gras gegroeid is, of ik al een beetje een map zou kunnen maken. Zou handig zijn. Again. Dan kunnen we gaan exploren, jongens. Als we een map hebben. Vergeet niet, we hebben onze eerste twee Pokémon al, dus dan kunnen we misschien een beetje gaan trainen. Kunnen we trainers gaan verslaan? Kunnen we geld verdienen? Welk level ben ik guy? 11. We gaan het doen. Zeritant is level 10. Die kan dat makkelijk aan. Oké, we beginnen met Spiro. Supersonisch, Fairy Attack, dat is best wel vervelend. Dat deed best wel veel schade. Ik heb mijn eerste beetje aluminium. Tori, dit gaat niet goed. Nou, op zich. Auw. Nee, dit ging niet goed. Ach ja, je moet risico's durven te nemen. Mijn arme Pokémon. In het begin moet je zelf ook je Pokémon doen. Schokkend is wel een goede nick. Schokkend. Mijn Pokémon was schokkend. Verdomd. Verdomd. Schokkend, ik kies jou. Nee, dat is schokkend. Over schokkend gesproken, Jolteon, val ga deze Starly eens even aan. Goed zo, deze kunnen we makkelijk aan. Laat eventjes zien hoe goed dat je bent. Zo, critical hit. Dat is zo not fair. Wacht met elke stroomaanval, Ken. Stomme Starly. Wacht maar. Oh, quick attack. Goed zo. Jolteon is level 8. Nog één leveltje. Even weer healen. Hoe kan je op de Pokédex kijken? Dat heb ik eigenlijk nog niet door gehad. Daar moet je de knop I voor klikken. Oh, daar staat als je naar een Pokémon kijkt, dan krijg je de informatie over die Pokémon. Als je naar de lucht kijkt, dan komt gewoon het algemene hoofdscherm. Als je naar een blok toe kijkt, dan kom je op de Wikipedia van de blok. En als je naar een Pokémon item toe kijkt, dan wordt de Pixelmon wiki opgeroepen. Oké. Dankjewel. Ik vergat het deuntje aan te zetten, maar dat mag jij. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, ik wou naar jouw huis toe lopen, maar ik word de hele tijd afgeleid door random Pokémon. Want daar had ik mijn gras geplant. Dan kan ik kijken of het al een beetje gegroeid is. Dan zou ik alvast een beginnende map kunnen maken. Nick is de weer. Moeten we eigenlijk weer die defensie, hè? Vandaar ben ik weer. Een wilde Magikarp die hier in het ravijn is gevallen. Oh. Ik ga je helpen. Ik duw je terug naar het water. Ik duw je terug. Met je karp. Ekans. Ik hou niet van Ekans. Ekans zijn eng. Ekans. Ekans.
Ga je toch... Ik haat Ekans. Oké, doen we eerst Sand Attack. Oh, fijn rap. Daar hou ik niet van. Oké, Magikarp zit weer in water. Magikarp is gered. Oké, we tackelen hem. Ah nee, niet poison! Oké, dan gaan we even swappen naar Zeritand. Zeritand die heeft immuun tegen poison. Oké, doen we dit. Ekans raakt zichzelf. Ekans raakt zichzelf nog een keer. Wat is Greg aan het doen? Ik ben, ja, Nick, je kunt nog steeds zo joinen. Ik ben een puzzel aan het vangen. Weer te vangen in ieder geval. Oké. Zeritand is level 11. En ik moet weer terug naar een Pokémon. Ik loop nog eerst eventjes daar naartoe. Maar je Jolteon is gepoisoned. Ja, ik moet toch eerst even gras even... Ik zie hier al verschillende twee laagjes. Dus daar kan ik mooi eventjes de gras van gebruiken. Kan ik papier van maken. En dan hebben we in ieder geval alvast een beetje een map. E4. Ach, ik ben heel dicht bij een Pokémon Center. Dus maak je geen zorgen. Dit is trouwens Erwin zijn huis. Die is op het moment bij een ander event. Maar dat huis is van Erwin. Dus van Erwier. Oh, ik heb wel iets interessants. Ik heb een enchanted book. Een feathervalling. Ik vind het heel toevallig een... zo'n... spanner dungeon. Vindt hij leuk. Krijg je hier de vraag van... waarom raakt een Pokémon zichzelf als hij verward is? Vindt hij leuk. Ja. Welke level? 29. Doen we maar niet, hè? Eventjes deze weer meenemen voor de farm. Dan kunnen we dadelijk exploren. Ook al wordt het nou nacht, dat maakt niet zoveel uit. Het is nacht die je normaal alleen in Pixelmon ziet. Goedemiddag, Mimitra en Mimitra Zelda Play 20! Goedemiddag. We hebben Amethyst. Dat is handig. We hebben Iron, die heb ik nodig om dat kompas te maken. We hebben Ruby. En we hebben siliconen. En ik dat is een achievement waard. Ik heb nog een refijn gevonden. Hoe kom ik hier veilig naar beneden om niet in lava te vallen? Ik hou niet van lava. Even kijken, daar gaat het TTM in gekort. Dan doe ik hier wel eventjes de resources in. Ruby, Amethyst, deze erbij. Iron die hou ik heel eventjes bij me. Oh, ik heb ook een Moonstone zo te zien. Dat is altijd handig. Even een beetje mijn inventory een beetje kleren. Hier mag ook... die doe ik gewoon in een andere kist. Die doe ik hierin. De glowstone. En de... Even kijken. Leer mag daarin. Dit gooien we dadelijk weg. Verder mag erin. Redstone die moet ik nog bij me houden. Thunderstone shard. Dat zijn Pixelmon items. Dus die komen daarbij. Dit zijn de stone... Dit wordt de stone bar. Nog eventjes mijn bouwkistje. Waar ik andere rotzooi in kan droppen. Bauxite? Dat is geen... dat is weer iets nieuws. Dat is voor aluminium. Oh, toch wel? Oké. Ja. Ik dacht dat we gewoon aluminium eten. Nee. Mijn hoogste is level 11. Mijn is... Die van mij is 17. Yes! Hey Moomin, wil je een gevecht tegen mijn sterkste Pokémon? Just do it! Dat zit ik gewoon lekker in een grot bezig. En ik wil daar eigenlijk momenteel nog heel veel niet uit. Yesterday, you said tomorrow. So just... Hou met rust. Do it! Oké, nou. Inventory die is nou goed gecleared. Wat doen we met het ei? Gewoon weggooien. Die van mij, 18. Oké, eventjes die apricorns even planten. Wat doet in Moonstone? Pokénoop. Hashtag Pokénoop. Ah, dat valt wel mee hoor. Moonstone die laat ook sommige Pokémon evolueren. Zoals bijvoorbeeld Clefairy in Clefable. Of een Jigglypuff in een Wigglytuff. Yep. Ik heb toevallig een Jigglypuff. Dus ik kan wel Moonstone gebruiken. Kopen?
Nou, voorlopig wil ik hem nog heel veel als Jigglypuff houden. Zekertje. Oké, okay, 1, 2, 3. En dan even deze weer even herplanten. Jou kan ik ook eentje alvast herplanten. En dan gaan wij eventjes snel de map maken. Zodat wij op avontuur kunnen. Het zal niet de grote map gelijk zijn, maar dat maakt niet uit. Tenminste, ik weet niet hoeveel papier ik hiervan kan maken. Zullen we zien. 18, dat is de helft. Dat is decent. Kunnen we in ieder geval iets. Oké. Okay. Hier hebben we de map. Empty map. Een beetje exploren. Tada! En dan eventjes om iets groter te maken. Jigglypuff is slecht. Waarom niet evalueren? Omdat hij nog geen moonstone heeft. Plus, Jigglypuff is een Jigglypuff. Nou, Moomin heeft slaapproblemen. Ja, in wezen wel. Dus ik kan het best wel gebruiken. Dan is het van Jigglypuff, ik wil slapen. En dan begint dat krijgen. Dus als het een mannelijke Jigglypuff is natuurlijk, hè? Dat snappen jullie ook wel. Ja. Is het een mannetje toevallig? Ik lach me helemaal suf. Nee, het is een vrouwtje. Ah, jammer. Het zou leuk zijn geweest. Oké, nou, we gaan de duisternis trotseren. Pokémon die zijn geheeld. Zeritant, jij moet even uit je Pokéball, want jouw happiness die moet omhoog. En wat hebben we hier? Oh, Survivor. Daar wil ik nog niet, die wil ik nog niet zien. Level 29, dat doen we ook nog maar niet. Het is nog niet zo'n grote map, maar dan kunnen we tenminste nog iets alvast. Wil jullie even tegen Nick vertellen dat hij naar een middenscherm glitch bij mij gebeurde terwijl ik in mijn gevecht met hem aanging net? Wat voor glitch is het? Dat mijn muis naar het midden van het scherm gaat. Oh, dan doe je slash and battle. Nee, dat gaat dan ook niet. Dan doe ik het anders. Je moet gewoon zo snel mogelijk je muis en dan klikken. Er is geen andere optie dan dat. Gebeurt helaas af en toe in een gevecht inderdaad. Nou, ik kan ook gewoon dit voor hem doen. Oh, dat helpt. Handig joh, command. Kijk, dat doen wij dus als OP zijnde. Mocht je dus in een glitch gebeuren, dan... kun je dat altijd zeg maar even roepen van... Hey jongens, missen battle glitch. Dan halen we jou gelijk uit die battle. Ja. Dus... 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 Bus. Bus Lightyear. Dus Lightyear. Bus Lightyear. Oh, dus Lightyear. Nou, ik wil in deze stream op zijn minst wel de eerste badge halen. Dus we moeten goed gaan trainen nou. Magikarp zijn ook heel erg goed om te farmen. Voor experience. Tot nu mee? Niet om Magikarp. Laat ze met rust. Ik hoor er wel een. Misschien een random vraag, maar kun je een mannelijke en een vrouwelijke van een Pokémon... Je kunt inderdaad, er is breeding, maar ik weet niet precies hoe dat werkt in Pixelmon. Heb ik nog geen ervaring mee. Voor breeding heb je een ranchblok nodig. Ik weet niet hoe ze werken. Maar je hebt een ranchblok nodig. Die kun je maken van bepaalde materialen. Oh, je bent al klaar met uitleggen. Ik had muziekje aanstaan voor je. Ja, ik weet er niet genoeg over om verder uit te leggen. Waarom kan dat kreng zo'n... Zeritant, jouw beurt. Oeh, Watergun, dat doet pijn. Supersonisch. Oké, je bent confused. Jij doet growl, daar ben ik het niet mee eens. Astonish. Dat is super effectief, klopt ja, want het is een ghost. Oh, je bent alweer uit je... Oh boy. Ik ben met mijn eerste trainer battle bezig nu. En die is level 9, dus die zou ik aan moeten kunnen. Oké, nou, je bent in ieder geval confused. Jan, dan gaan we weer swappen. Je doet Watergun, dat maakt mij niet zoveel uit. Tackeltje erop. Weer Watergun, dat doet... ik moet oppassen nu. Oké, weer tijd om te swappen.
Subsonisch. Weer mis. Oh boy. Dit gaat niet goed. Stop nou eens met Jan te gebruiken. Dat is zo vervelend. Supersonisch, kom op, raak hem. Raak hem nou! Weer je... Oh. Ik kan niet wachten tot op die... Oh boy, 4 HP. Jolteon, kom op, dit moet je overleven, jongen. Wat? Piplup is een volg, hè? Ja, dan moet je even kussen reloggen, dus... Ja, dat is helaas ook een glitch die wel eens gebeurt. Oké, de eerste is verslagen. Jolteon gaat naar level 9 en kan Thundershock leren. Mooi! Helping Hand kan weg. Oké, Zeritant. Supersonisch. Sperro, die kun je aan. Ah, kom op. Supersonisch, raak nou eens. Ik heb zoveel pech met Supersonisch. Ik heb echt heel veel pech met Supersonisch. Ah, Zeritant, ik kan er niet meer aan. Oké, we kunnen Thundershock, maar we kunnen geen klappen meer ontvangen. Oké, dat is... Oh nee. Zijn laatste Pokémon is een Geodude. ja, daar moet je echt de juiste Pokémon voor hebben. Sandstack hype, gewoon Sandstack. Blijven doen. Maakt niet uit dat je defense increased als ik... Oh, dan gaat je speed ook nog eens een keer omhoog. Dit gaat niet goed. Nee, dit is een echte snor. Dit is een echte snor. Dit is niet erop geplakt. Dit is een echte snor. Oké, dan gaan we tackelen. We gaan gewoon tackelen. Gaan doen. Dit gaat lang duren. Hopelijk overleeft Jolteon het. Oh, ik ben eindelijk weer boven. Nu nog mijn weg naar huis vinden. Kom op, Jolteon, je kunt dit. We vertrouwen in je, Jolteon. Dit gaat lang duren. Volgens mij moet ik naar rechts. Dit gaat heel lang duren, jongens. Eén HP! Ah, hij doet één keer tackle, raakt me hem en ik lig eruit. Ah, ik kom terug en als ik terugkom... Dan is hij weg. Ik moet weer terug naar Pokémon Center. Primeizer heeft een Primplup. Ja, hij is geëvalueerd. Oh, Leg Spike. Nee, jou ga ik niet vangen. Ja, ik denk dat ik in de Berghill eventjes ga kijken of ik een Charmander kan vinden. Of dat ik ergens een beach area ga vinden waar ik Squirtle kan vinden misschien. Wie weet. Ik weet dat je in de plains een klein... Oh boy. Onweer. Ja, Jolteon die is actief. Oh, ik zie hier een Pikachu, dus ik dacht dat Pikachu dat deed. Ja, het nadeel is, Pikachu die zou ik doorgaan in mijn team willen hebben, maar ik heb Jolteon al. Poink. Ja, ik wil alleen een Pikachu als het een hele kleine Pikachu. Helemaal geen van Nick. Ik zie hier al Charmander hype, dus ik moet gaan farmen voor Charmanders nu. Dat was wel zo netjes. Dus ik ga naar de bergen toe. Ja, ik loop momenteel rond waar ze kunnen spawnen. Oeh, een Starly. Die ga ik eventjes bevechten met Jolteon. Kom hier. Oké. Donderschok. Het onweert nu, het regent. Ik weet niet of dat echt effect heeft op de battle, maar... Als het goed... Nou, ik... ik weet niet. Volgens mij niet. Zou wel jammer zijn. Maar zeker... Ik heb hem kaal geplukt. Ik heb hem helemaal kaal geplukt. Oké, Jolteon is al level 10. Jolteon is nou ook weer niet... Oh, een Minum. Nou, ik heb ook een Pidgey, hoor. Ik heb een Stormy. Ik zit trouwens in... ik heb een probleem, want ik zit namelijk in de put. En je hebt zeker geen pickaxe. Dat is niet slim, hè? Je kan er altijd eentje maken, als je helpt hebt tenminste. Volgens mij is een Raikou in de buurt.
Legendary is spawn, bla 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 bla. Oh god. Ja, nou wil ik hem nog niet tegen vechten. Mijn sterkste Pokémon is level 16. Wat is een Rufflet? Nooit van gehoord. Geen idee. Oh, wat? Rufflet, dat is generatie 5 Bird Pokémon. Oh. Nou, en die evolueert in Dankjewel, Trikepedia. In de Eagle. Dankjewel, Trikepedia. Eagle! Alsjeblieft. Eens even kijken. Charmander, Charmander, Charmander. I want to find a Charmander. Fanfi! Wraak! Oh god. ZP is revenge. Tot Jan? Volgens mij was Fanfi wel een grondtype al, of niet? Of was dat, ja. Oeh, heeft behoorlijke defense. Ik ben zo even terug. Oh boy, dit gaat niet goed. Volgens mij ga ik de verkeerde kant op, dus ik ga maar de andere kant weer op. Zoals dit gaat niet goed. Ik ben de weg weer kwijt. Ik heb weer ruzie met de Pampy. Ik heeft een hoge defense, man. Zo. Dan moet je Mareeps verslaan. Yep. Oh boy. Fampy, jij gaat dit niet winnen. Daar heb ik een probleem. Oh boy. Fampy, nee. Echt. Waarom had jij de vorige keer zoveel geluk met Supersonisch? Nee, dat is geen geluk. Dat is skill. Ik blijf maar missen. Ja, dan ben je gewoon niet goed. Is dat een uit... Oh! Ik kom hier wel gewoon al een... hoe heet zo'n ding bezig tegen? Infernape. Oh, ik sta al van mijn map af. Ik ben te ver al gereisd. Hé, hey, een pokeball. Swagger! Ik weet niet meer wat die aanval deed. Hè? Ik weet niet meer wat die aanval deed. Zorg voor een double attack boost voor de tegenstander Pokémon, maar maakt hem confused. En een calcium! Oeh, dat is voor speed toch? Calcium? Nee, calcium is volgens mij voor defense. Want calcium maakt je botten sterker. Dus is het ook vrij logisch. Wow, de bliksem sloeg achter je in, Nick. Yes! Hashtag Pokenoob. Ja, sorry hoor, ik heb maar 2 Pokémon. Ik heb de watergym gevonden. Oh, de muziekjes blijven nog steeds spelen. Ja, die disc die geeft een Pokémon swag. Miltank! Wat? Gaat jou. Ik hou nu van Miltank. Oké, wel even staan. Dat is een Ekans. Dat wil ik ook niet. Welk level is hij eigenlijk? 18. Oeh, je bent level 29. Dat doen we ook nog maar niet. Charmander hype! Oh, jij bent level 6. Jolteon, daar kun je wel aan. Een Trapinch. Dat is grondtype. Oké, okay, Spearow, Thundershock. Weer een Trapinch. Tackle. Oh, jij heeft Sand Attack gedaan, hè? Ik denk... Oeh, critical hit. Oké, okay, swappen. Stop nou eens met die Sand Attack. Irritantje. Oké, okay, Trapinch, you won. Ik heb mijn eerste 96 Pokédollars gewonnen. Yay! Zo.
Dan heb ik ondertussen een halve pokebal bij elkaar. Klopt, je moet echt wel gaan levelen, want... Ik wil niet vechten. En dan crasht... Oh nee, connectie verloren. Oh, move to the als Team Rocket. Wat kan... Hoe? Nope. Wat, TM? Roost. Dat is handig voor een vliegsoort. Oh ja, zeker. Hallo Tempest 2001, hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed, alleen mijn Pokémon worden de hele tijd gekeo'd. Waar ben ik minder enthousiast over? Leave my Pokémon alone! Oké, ik zie het al wat lichter worden, dus ik denk dat het onweer nou zo voorbij is. Dan ga ik heel eventjes weer mijn gras even maaien en dan kunnen we eventjes de map groter maken. En dan kunnen we verder exploren. En hoe meer dat we kunnen exploren, hoe meer Pokéloot dat we vinden. Hoe meer Pokéloot dat we vinden, hoe Pidgey! Pidgey level 5, ik denk dat die gevangen. Pidgey, kom hier. Pidgey. Oké. Supersonisch. Jij ook al mee, Sand Attack. Raak jezelf. Oh, dit gaat niet goed. Goed zo. Die kun je aan een Pokémon leren. Ja, dat is een voor vliegende Pokémon. Is dat een healing ding, zoals Recover. Yep. Alleen dan vliegt hij wel op dat beurt zijn vliegtype status. Dus dan zou die geraakt kunnen worden door een grondaanval. Oh, dat wist ik niet. Ik ga gewoon naar een Pokémon gooien. Hij zit in de gele helft. Hij is maar level 5. Ik denk dat ik hem wel aan kan houden. Ja, we hebben Pidgey. We hebben een derde team. Nou, Leslie is ook level 5, dus die moet ook nog goed getraind worden. Maar ik heb genoeg gras weer. Of sugar canes. Om dus heel eventjes ervoor te zorgen dat wij de map groter kunnen maken. En dan kunnen wij een heel groot stuk exploren. Dan kunnen wij een kwart van de grote map al eigenlijk exploren. Dat voelt wel twee. Thijs de Bekker 7, bedankt voor de volg. Dankjewel. Hartstikke leuk. Dus ik ga eerst eventjes langs het Pokémon Center. Waar ben jij? Level 33, doei. De happiness van mijn serietante gaat nou ook niet echt omhoog als ik constant blijf feinten. Nee, dan kun je lang doorgaan. Hoe hoog is een happiness? 90. Nou, valt op zich wel mee. Ga jij maar even dan uit je pokebal. Nou, ik zou hem niet verkopen hoor. Ja. Roost is op zich wel een handige aanval. Daarom. Nou, gaan we wel eventjes naar huis, eventjes de inventory legen en dan gaan we op een groot avontuur. Ik bedoel, ik vind het wel jammer dat je geen backpack eigenlijk in Pixelmon hebt. Auke Visser, bedankt voor de volg! Zo, volg hype. Oeh, altijd leuk. Kijk hier net ook eens, een Skitty. Kitty. Ah, you never forget the first Pidgey you caught. Nee, je vergeet er nooit. Hé, kijk nou, er is level 6 Kitty. Pidgey, je kan daar even wat experience van krijgen, dus we gooien jou heel eventjes in. Wat ken jij? Je kent Tackle en Sand Attack. Nou, doe een Tackle. Kijk wat er gebeurt. Oh, jij doet... Oh! Critical hit, doei! Jolteon, schokken. Maak het af. Goed zo. Pidgey is level 6. Mooi. Dit is mijn... Ja, hier zit ik goed. Oké, nou. Dat is de aluminium. Die kan dan gewoon nog wel eventjes blijven liggen. Even kijken. Apricorns die doen dadelijk al even planten.
Waarom heb je nog steeds het zwaard? Serieus, dat is onnodig. Waarom zou je een zwaard nodig hebben in Pixelmon? Goede vraag. Oké, nou eventjes de sugarcane pakken. Maken we papier van. Kunnen we die aan En ik ben alweer een beetje mijn weg kwijt. Ach, wat zielig. Oké, we hebben bijna max map. Nog één keer. Ik denk dat ik maar weer hoog gebied moet zoeken. Even op een berg klimmen. En jongens, we hebben een maximale map. Nee, dat is nog steeds niet maximaal. Bijna maximale map, vooruit dan. Je hebt een Zengus in je beeld. Nou, die wil gewoon eventjes een beetje zo aandacht hebben, hè? Aim, zou ik zeggen. Bedoel je tijdens een gevecht? Of tijdens een gevecht kan inderdaad wel het beeld af en toe een beetje raar lopen. Ja, moet je erachteraan lopen. Nou, meestal achteraan rennen. Oké, meneertje Piet Leut. Oké, Iron kan erbij. Oh, het is al gefixt. Mooi. Volg hype, Zeep Army. Join the Zeep. Met Z-E-P-P. Oh nee, dat is Zep. Ik kan heel goed spellen vandaag, blijkbaar. Oké, even kijken. Hoeveel hebben we er hier nou van? We hebben er nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat staat. Dus de rest kunnen we van wit kunnen we nou bewaren. Rolls, daar heb ik er niet zoveel van nodig. Dus dan denk ik dat ik maar iets van 3 of zo plaats. Wit hebben we dus nou niet meer nodig. Blauw wil ik er genoeg van hebben. Dus er komen er ook 10 van. 1, 2, 3, 4. Wat hebben we daar nou van? 4, 4, oké. Okay. Rood, daar hebben we er ook veel van nodig, want daar maken we de pokeballs van. Zwart is aan de andere kant. Feitje met Yoshi. Swagger zorgt dat de tegenstander sterker en confused wordt. Dank je. Feitjes met Yoshi. Volgens mij is dat getraind van feitjes met de Magikarp trainer. Even kijken, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Daar ben ik tevreden over. En geel, daar hebben we echt veel meer van nodig, want dan kunnen we ultrabals maken. En groen heb ik volgens mij ook nog ergens geplant, of niet? Nee, groen hebben we nog niet eens tegengekomen. Oh, wij zijn nog geen groene tegengekomen. Oh. Of is dat een groene? Alleen die wil niet groeien, omdat er geen licht daarboven zit. Ik denk niet dat ik jou aan kan, maar ik wil jou bevechten. Ja, dat kun je in de kist eventueel doen hoor. Dus ik ga namelijk op adventure. Yeah! Oké, ik moest daar heel eventjes aan doen. Ik bedoel, we hebben nou een grotere map. Onze Pokémon zijn... oh nee, Pidgey moet nog even weer geheeld. Hoi! Komt even een Rattata hier binnenlopen. Zie jullie daar. Rattata, jij bent niet welkom. Oh, die is al in gevecht. Never mind. Hey, level 12 Zubat. Experience! Nee, niet met Drifloon. Oh nee. Glitch? Dankjewel. Kaartglitchen. Ze hebben meer licht nodig. Oh. Heeft hij daar dan niet licht? Rattata, je staat in mijn W. En je bent al in gevecht met... Oh, dat doe ik wel eventjes verzorgen. Nou, ik heb nu zelf ook een glitch. Ik moet ook endpaddle. Ja, en ik heb eventjes die stomme Rattata even aan de kant gegooid. Want hij blokkeerde mijn huis. Een deur. En daar ben ik weer, lieve kindertjes. Welkom terug. Welkom terug, Keintje. Keintje? Keintje. Pak Rattata in je team. Nee joh, wie wil er nou Rattata in zijn team? Youngster Joey. Oeh. Wauw, een Rattata. Ja, kent toch wel Youngster Joey? Yep. Die 300 keer opbelt om te vertellen hoe awesome zijn Rattata is. The percentage of Rattata's.
Ik bedoel, dan heb ik liever een Mume die me elke keer belt hoe awesome dat zijn Magikarp is. Dankjewel, Nick. Maar ik ga toch maar even naar mijn zomerhuisje. Ja, ik heb net zo'n zomerhuisje. Miauw. Wat? Miauw. Ik heb avontuur. Ik ga richting die kant. Of zou ik richting die kant gaan? Weet je waar? We gaan gewoon die kant op. Charmander hype. Oh, ik heb een gele apricorn van je. Dankjewel. Oh, nee. Raticate? Nee. Wat level ben jij? Oh, jij bent een move toeter. Je bent een move toeter. Ik heb zelf geen gele apricorns. Nee, die heb ik. Die heb ik gekregen. Niet alles draait om jou. Agent? Ja, ik wil te worden, want ik zag hem net nog en ik was net in de buurt. En ik wil niet vechten tegen jou, tegen een level 59 survivor. Oké, ik heb de span gevonden. Charmander hype is real. Ja, dan moeten we echt Charmanders gaan zoeken. Maar ik heb een tweet. Marca Spares. Ik hoop dat ik het goed zeg. Bedankt voor het volgen. Volg hype, yay! Oké, hier klopt niks van. Ik ben schapen tegengekomen. Ja, klopt. Schapen? Ja, normale schapen. Wat, de neus? Yep. Al gebeurde dat in het verleden in Pixelmon ook wel eens een keertje, dat heel af en toe de friendly mobs toch spaanden. Dat is een gigantische Clefairy. Welk level is die? Ik zie hier hele grote Jigglypuffs. Pokédex 1% complete. Yeah. Oeh, dat is een kleine Magikarp. Magikarp, hier komen. Oh, hier boy. Komen, zei ik. Oh, nee. Verkeerd Magikarp. Tempest 2001. Bedankt voor het volgen. Follow hype! Kom op, we gaan Charmander hunten. Boetraaf, bedankt voor het volgen. Echt, follow hype. Gezellig jongens, echt leuk. Ja, het probleem is, ik wil wel Charmander hunten, maar dan moeten we meer pokeballs hebben. En daar hebben we nog niet echt de materialen voor. En ik kan ook nog geen pokeballs kopen, want ik heb mijn 96, niet 69. Dus ik moet echt, ik moet dan echt tegen versjes gaan vechten. Oké, welk level ben jij? Je vergeet Pokeloot? Waar? Oeh, Pokeloot. Een Burn Heal. Dat kan handig zijn. Ik zie ook deze. Oh nee, die is level 34. Doei. Wacht, waar staat erachter? Oh, een Army of Fanfies. Ze hebben me door. Oh, level 2 Pidgey. Gratis XP. Wauw, en dan doet hij nog een critical hit met 5 damage. Ah, te veel fanfies hier. Ik voel me hier niet veilig. Een Sunstone. Kan handig zijn. Pak Geodude, please, dude. Ik wil geen Geodude in mijn team. Ik wil liever eigenlijk iets wat tegen steen ook goed handig is. Zoiets als een watertype of... Hallo, Machop. Machop level 6, Machop level 10. Machop kan ook handig zijn, maar... Hi, Starly. Als kid, hoe gaat het mee? Wil je een schokkende ervaring hebben? Hier! Krijg een schokkende ervaring! Thundershock op je neus! Hoppakee! Ja, die Machop die is op zich... Weet je waar, we gaan gewoon een Machop vangen. Ik ga het gewoon proberen, ik heb nog maar één pokebal, we gaan het gewoon doen. Irritant. Ik ga hem gewoon in het rood brengen. Oké. We gaan hem vangen. Laatste pokebal.
Blijf. Yes! Oh, je hebt ook de 1%. Yep. 5. We hebben een match op jongens, level 10, op een goede size. Hype! Oh, Boekeloot. Hadden we die al? Ja, en ik vraag me eigenlijk af, waar bestaat jullie team momenteel? Ja, die mijn team bestaat uit een Magikarp, een Miltank. Oh, ik dacht dat ik een Twitch geluid Een Pidgey, een Flaffy en een Jigglypuff. Ik heb nu een Jolteon, een Zeritant, een Pidgey en een Machop. Je moet alleen nog twee nicknames bedenken. Oeh, hier een Pokeloot weer. Oh, die heb ik ook al geclaimd. Oké. Okay. XP! Ja, chat. Bedenk mij of voor een Pidgey en een Flaffy een nickname. En ook voor Machop. Ik heb ook een Pidgey, hoor. Mijn Pidgey is beter dan jouw Pidgey. Loser, nee. Welk level? Oh, nee. Alleen losers kijken in levels. Mijn is gewoon veel beter geskilled. Oké. Okay. Ja, dat zegt. Meneertje Magikarp trainer. Loser. Je gaat naar de summary van de Pokémon. Dan staat bij de stats staat er een. Er staat daar een R. Met een weet R je erbij. Toch wel? Druk voor op de R en je kan de naam veranderen. Noem de Flaffy biologie. Nou, ik heb trouwens zo mijn team dat ik nu toe heb. Ik heb een Starly, ik heb een Prinplup, een Minum, een Puzzle en een Zubat. Ik ben echt heel selectief met kijken welke... Oké, Pidgey, we gaan jou trainen, want we hebben een rivaal die denkt dat zijn Pidgey beter is. Pidgey? Oh, die... Ja. Pidgey. Mumei die heeft namelijk een Pidgey die denkt dat hij beter is. Ik ook. Denk het niet. Ik weet het. Loser. Oh, poison power. Serieus. Kom op. Hij kan dat healing ding doen. En daar hou ik niet van. Yes. Oeh, eindelijk. Hij heeft ook zijn... mooi. Hoppakee. Pidgey groeit. Mijn Pidgey is awesome. Mijn Pidgey is beter dan jouw Pidgey. Mijn Pidgey is twee keer zo beter dan de jouwe. Klinkt niet in Nederlands. My Pidgey is better than your Pidgey. My Pidgey is twice your Pidgey. What's the Pokémon Marco wants a nickname for again? Marco? Waarschijnlijk verwart hij mij met... We have Mumei, GameTubertje, Trimeister at this moment in the server. Yes. And I want names for my Pidgey and a Flaffy. Jasper Katier 123, bedankt voor het volgen. Follow hype. Hype. And do you want to know what I want? Do you want to build a snowman? No. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. Laat mij vangen. Lukt die een beetje? Tuurlijk, alles gaat goed. Met jou ook? Met je slechte Pidgey? Ja hoor. Flat. Is dat een Pidgey? Oh mijn god. Flat. Zoveel stalkers. Nee hoor, zoveel gezellige mensen. Ik weet nog niet eens wat de viewcount op dit moment is, maar echt, we hebben heel veel follows erbij. Oh, ik ben bij de spawn. Hallo, sukkel. Ik bedoel, shakkel. Maar het nadeel is, als we nou een Charmander tegenkomen, we hebben geen pokeballs. Dus het liefste kom ik nou ook geen Charmander tegen, dus... Laten we proberen wat trainers te battlen. Laten we proberen wat pokeloots te vinden. En hey, kijk, schapen. Waarom zijn de schapen hier in Minecraft? Nou, ja. Wat zeiden we zojuist? Nou, weet je wat je dan doet? Je kilt die schapen. Komen ze ook niet meer terug. Heel simpel.
Een schapenmoordenaar. Jij nep Pokémon! Gooi een Pokébal op een schaap. Ja, dat is het. Ik hou van batsen. Bedankt voor het volgen. Ach, Game Nick heeft zijn Charmander gevonden hoor. Charmander! Hoe is jullie Pokémon in als je Pokémon nadoet? Hoe goed kunnen jullie dat? Squirtle, die had me zoiets van Squirtle. Anderen zijn heel stil, horen jullie dat? Ze zijn vleeën. Ja, enorm. Kijk. Oeh, Pokeloot. Kijken. Oh. Sheeps in Pokémon. Illuminati confirmed. Pidgey is al level 10, dus die moet die center het aankennen. Kill. Nee, niet back. Terug. Doe Gust. Je kunt het. Ah, dat doet decent schade. Mooi. Doe het nog maar een keer. Mijn Pidgey is going to be the very best. Oh. Stop nou eens met mij de hele tijd die critical hits te geven. Oh. Dan moet ik weer naar het Pokémon Center, omdat Pidgey nog maar 1 HP heeft. Maar heeft wel gewonnen. Lekker. Kan jouw Pidgey niet, hè? Pidgey rivaliteit. Dadelijk gaan we nog 2 Metapods vangen. Dan gaan we tegen elkaar battelen met de Metapods. Nick found a Charmander. He can conform the hype. Even hieronder. Oh, geen Magikarp. Anders had ik hem gekild. Niet wenen. Nee, alleen losers wenen. Losers niet. Oh, ik ben bij de elektriciteit gym. Oh, ben je helemaal daar al naartoe gegaan? Ja, ik ben gewoon alle kanten op aan het lopen. Ponyta, niet mijn weg blokkeren, want ik weet wat jij wil gaan doen. Kan iemand mij endbattelen? Ja hoor. Oh, hier hebben we zo'n mossy stoot. Als je je Eevee daar levelt, dan krijg je lief, jong. Oh, en ons interessante effect in de Pokémon Gym, die werkt nog steeds. Ja? Nice. Hi, professor ook. Doei, professor ook. Heb je nog 5 Pokéballs voor me? Mijn Pokéballs zijn op. Hoi. Ja, heel eventjes mijn Pidgey. Die heeft nog maar 2 HP. Leer je Metapod Hyper Beam. Dat was gewoon ultimate trollen. Metapod, harden. Metapod, harden. Metapod, harden. Metapod, Hyper Beam. Wait, what? Spearow. Jolteon. Doe eens even schok. Hoi. Dank je. Ik wou al een jou in battle. Hier, donderschokje erop. Krijgen we weer kippetjes die we gewoon weggooien omdat we daar niks mee kunnen. Daag. Nou is het eigenlijk wel handig als we naar Blaine toe gaan, want ik heb namelijk nou een Burn Heal. Again. En dan zegt hij elke keer, you better could have a Burn Heal. Not a carp. Carp hype. Weer een schaap. Luister, je bent geen Mareep, dus opgedonderd. Daar komen nog creepers tegen. Nick? Taalgebruik. Weer sheeps. Waarom zijn hier zoveel sheeps gespand? Ik moord jullie allemaal uit. Ik heb 5 Ultra Balls gekocht. Oh ja, dat was een common glitch. Kan iemand die dadelijk aan Nick even geven, 5 Ultra Balls, via Game Mode? Ja, het is wel als ik terugkom. Nou, het lastige is, ik weet niet hoe de Pokeballs
Dat is dezelfde glitch die ik in het begin had. Hij heeft zijn TM verkocht en daar heeft hij ultraballs van gekocht. Alleen ze kwamen niet in zijn inventory. Hetzelfde wat ik bij de eerste keer had. Nou, ik moet heel veel kijken wat de data value is om het door te kunnen sturen in een comment. Dat staat er niet in. Nou, je kunt ook gewoon even via game mode even 5 ultra balls even in je inventory in die aan hem geven. Kan ook, makkelijk. Ja, ik teleporteer wel naar je toe en geef het dan. Imola van Dijk, bedankt voor het volgen. Vol hype, yay! De zeepteam. Oké, als je stopt met wegrennen. Hij hoort ons niet, hè? Nee, hij hoort mij niet. Hij ja, hij hoort het 10 seconden later. Hij wil geen ultrabals hebben. Hij hoort het 10 seconden later. Oh, hij brengt me wel naar een pokeloot item. Ja, dat doet hij bij mij ook de hele tijd. Dat is echt lief. Oké, hoeveel ultrabals moest hij hebben? 5 waren het er. En dat kan kloppen, want voor die TM kon hij 6000 loot krijgen, dus dat kan kloppen. Heb ik totjes bij me? Ja. Over kool. Ik ga toch even hier een beetje iron proberen te halen, want dan maak ik dadelijk wel mijn eigen pokeballs. Okay. Met een beetje geluk kan ik nog diamonds vinden. Ultra. 2, 3, 4, 5. Hoppa. Alsjeblieft. Ja, ik weet het jongens. Ik ben op zoek naar pokeballs. Maar ik weet niet, hè, dankzij die stomme fanfie. Ben ik twee pokeballs kwijt. Nu had ik alleen natuurlijk geen idee waar ik terecht ben gekomen. Ja, Slashback bestaat nog niet. Nee. Is een van jullie in de buurt van het dorp? Dan teleporteer ik gewoon weer. Ja, ik ben in de buurt van mijn huis. Oh, van jou weet ik wel waar ik dan heen moet. Oh, kijk, lava. Leroy! Oh ja, hier ben je. En dan vanaf jouw huis moest ik... linker of rechterkant? Volgens mij rechts. Robinski! Ja, vanaf waar wij staan rechts, ja. Robinski, we zaten al op jou te wachten, joh. Want jij kan namelijk ook nog joinen, hè? Jij bent van de staff, hè? Dus jij kan er ook in. Robinski hype. Lava hype. Leroy. Leroy. Ongelukkige Leroy! Oeh, ook een loot. Oeh, een levelbal. Kan altijd handig zijn. Oh, dat is niet erg hoor. Dat is niet erg. Dan kun je gewoon goed lekker modden. Vind ik hartstikke gezellig. Dit is eigenlijk best wel een grote... Oké, dat is een raar lavablokje hier. Dat is raar gespant hier. Hoi, ga weg. Ga nu van lava. Ik ga diep. Oeh, goud! Oeh, Firestone. Firestone shard wil ik. Want... Goud is heel fijn om hier te vinden, want van goud kun je rare candies maken. Klopt. Waar is dat ding dan gevallen? Oh, ik heb hem al. Oké. Nog meer? Nee. Oh, nog meer goud daar. Dus goud daar en goud daar. Oké. Dan ga ik eerst hier dit goud pakken. Au. Ik heb natuurlijk mijn furnace nou niet bij me, maar dat maakt niet uit. Ik hou nog bij me. Nee, geen crafting table, nee. Dan doen we het gewoon met de pickaxe die we hebben. Dat doet niet zoveel uit. Au. Ik heb een beetje serverlag nu, maar dat komt waarschijnlijk omdat we heel ver allemaal uit elkaar liggen. Level 51, jou ga ik niet meer vechten. Ah, watje. Je had toch zo'n sterke Pidgey.
Zie je nou wel, ik wist wel dat leugens waren hoor. Het komt te liegen tegen mij. Sorry. Mijn Pidgey zou hem zo aankunnen. Wat een grunnige grun uit grun en hup veel grun. Met eierballen. Ik heb geen flauw idee wat je zegt, maar ja, ben je helemaal mee eens. Mooi. Eem, ik ben een grunnige grun. Het grun. Bedoelt hij misschien Groningen? Zou best kunnen. Kan ik 3 keer achter elkaar snel hype zeggen? Hype, 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 hype. Follow hype. Karp, 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 karp. Nee, dat kan nu mee heel goed. Karp. Dat hebben we toen wel bij First Look gezien. Zeker wel. Ik weet niet hoe diep dat dit gaat en het maakt me ook heel weinig uit. En op het moment dat ik het woord uit zeg, ging hij eruit. Zag je het? Oké, eventjes hier. Zoveel te exploren. Oeh, rubies. Ik weet niet meer welk kledingstuk je daarvan kan maken, maar dat maakt mij niet uit. Volgens mij van team Magma. Magma? Hype. Even kijken. We gaan hier omhoog. En ik zie dat ik dadelijk deze YouTube-aflevering ook weer af moet gaan sluiten. Ik denk weer even een hele korte pauze er even tussenin lassen. We hebben 4 Pokémon, dus op zich niet verkeerd. En op zich is het ook niet verkeerd dat wij een beetje dan een voorsprong hebben op de andere, omdat wij de Elite 4 zijn, dus... Yep. Komt allemaal eigenlijk best wel goed uit. Iron! Kan het allemaal gebruiken. Dit gaat diep. Sorry, jouw naam ga ik niet neerzetten. Die ga ik niet hardop voorlezen. Maar toch bedankt voor het volgen. Maar niet echt een spannende naam. Sorry. Die ga ik niet op... Nee. Maar toch een follow hype. Dat zijn dingen, daar ken ik niks aan doen, YouTube. Dat is gewoon een Twitch-naam. En ja, sommigen die denken dat dat grappig is. Nou, sommigen die vinden dat grappig. Iedereen is anders. Wij respecteren dat gewoon. Heel simpel. Dus, ja. Niks anders van maken. Nou, Pokémon Guy. Hoe gaat het ermee? Nou, je weet wat ik jou bedoel. In ieder geval bedankt voor het volgen. En Kruimwolf niet zo spam alsjeblieft. Dat is niet echt de bedoeling. Nee. Oké. Wij respecteren hier alles en iedereen. Hoi wilde shukkel. Wat doe ik hier zo diep? Welk level ben ik eigenlijk? Ja. Pikachu! Pikachu! Dat vind ik een gaaf naam. Pikachu, bedankt voor het volgen. Jeetje, we hebben echt veel volgers deze livestream, jongens. Zo. Ik weet niet hoeveel het zijn, maar de chat is in ieder geval actief. Ja, dat zeker. Wie zijn de champions, my friends? Ja, we zijn gewoon de champions. And we'll keep on camping to the end. Ja, nou, Shackle. Ik kan er ook niks aan. Ja, zachte H. Hij heeft een zachte H. Kan ik niks aan doen. Maar ik noem ze ook heel erg vaak sukkel hoor. Dus, dat zijn irritante Pokémon. Wel heel erg defensive. Dat dan weer wel. Poef. Falling damage, maakt niet uit. Oké, Zeritant, jij gaat heel eventjes daar even kijken of het daar veilig is. Jij gaat daarheen en dan ga je heel eventjes de Iremaier. Ja? Dus jij houdt het daar even in de gaten. Ja? Mooi. Nee. Hé, hey, mijn Pokémon luisteren tenminste naar mij. Ik heb ze goed getraind. Oké, sta veilig jongen. Is daar niks te zien? Ligt daar misschien nog wat?
Kom eens even met me mee, joh. Kom eens even mee. Kom hier. Doe hier even wat licht plaatsen, zo. Doe hier ook even wat licht plaatsen. Redstone! Redstone, I found redstone, and I am a happy bunny now. Redstone, I found redstone. Oké. Ik zag net een Flying Mount Pokémon van level 19. Waarom mijn Pokémon's dood? Sad music hype. Zo. Even uittrekken. Ja, je mag die gekke geluidje wel voor je houden, hoor. Oké, nou in ieder geval we hebben we hier. Oeh, lapis lazuli. Ik kan dadelijk echt genoeg pokeballs maken als ik nou nog even 5 diamonds vind, dat ik een snelle hamer kan vinden. Of maken. Dan ben ik een heel blij konijntje. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik wil meedoen! Ik heb ook Pokémon. Pixelmon trailer kaas, mevrouw. Hè? Ik ben ook een Pixelmon trainer kaas, mevrouw. Hashtag kaas, mevrouw. Is dat een ding? Hashtag kaas, mevrouw. Nee, ik heb wel zin in kaas. Ik heb liever boter. Mijn kaas die is sinds gisteren op. Ah, ik heb vandaag nog kaas gehaald. Kaashype. Maar sowieso, hij wordt publiek voor iedereen. ZSM. Zn. Tenminste, dat gaan we proberen. Nou, we gaan er wel vanuit dat het gaat lukken. Daarom. En GameTube is geweldig, want hij blijft het de hele tijd netjes updaten. Dat vind ik zo aardig van hem. Dus, en ik wist dat gisteravond Snoopy Timmermans, die staat nog steeds op nummer 1. Die heeft Chevy, die heeft eigenlijk de Shiny Eevee. Dat ben ik echt, ga ik nog leuk vinden ook. Verdient hij. Oh, auw! Ik val hier naar beneden. Ik hou niet van naar beneden vallen. Nou ja, in ieder geval, ik heb nou al 32 iron. Dan kan ik heel veel onderkantjes van pokeballs afmaken. Dus dat is al iets. En voor de YouTubers, ik weet dat deze aflevering is ietsje lang, omdat het een drieparter gewoon gaat worden van... Tja, het is toch 4 uur livestreamen. En dan hebben we dadelijk nog 1,5 uur. Kan ik toch nog heel eventjes een breakje nemen? Dus YouTube, bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je leukste momenten? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter. Want ja, livestreams, ze komen nog vaker. Heb je vragen, kun je ook nog natuurlijk altijd kwijt in de reacties. Dus bedankt sowieso voor het kijken. En ja, er komt dus nog 1 deel van deze livestream, van deze 4-uurse livestream. Dus bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende video. Dus we gaan nog even verder, maar voor deze YouTube-video, want voor de YouTube-video toch wel een beetje aan de lange kant. Dus ja. Volgende video komt eraan, waarschijnlijk ergens door de week. Ik weet niet wanneer, komt wel even goed. Dus doei! Doei!